Hi, mijn naam is Jimmy van de Nieuwhuizen. Welkom in mijn drumstudiootje. Vanuit hier wil ik jullie vandaag iets vertellen over mijn Aigner drumstokken. Vorig jaar heb ik van Bas van der Broek, importeur van Aigner in Nederland, de kans gekregen om samen met Paul Aigner in Zwitserland mijn eigen stok te ontwerpen. Dit heb ik gedaan en daar is deze prachtige stok uitgekomen. Ik wil jullie heel even iets vertellen over het ontstaan daarvan en alle dingen die ik daarin verwerkt heb. Om te beginnen was ik heel erg op zoek naar een bepaalde stok waarmee ik allerlei soorten settingen aan kon. Daarmee wil ik zeggen, als het een wat meer rockig was, dan pakte ik vaak een 5B-achtige stok. En als het wat zachtere, intiemere setting was, pakte ik vaak een 5A-achtige stok. Was dus veel aan het zoeken. Om te beginnen hebben we die diktes gecombineerd. En we zijn wat dat betreft redelijk dicht bij een 5A gebleven. Maar deze ligt voor mij veel beter in de hand en ik kan hem echt in alle situaties gebruiken. Een ander belangrijk ding was voor mij dat ik alle stokken altijd helemaal op het einde vasthield. Een simpele oplossing daarvoor was om ze iets langer te maken. Een normale 5A of 5B stok is namelijk 40,5 centimeter ongeveer. En we hebben deze 42 gemaakt, 1,5 centimeter. Je zou zeggen, scheelt niet zoveel. Maar het heeft echt mijn grip veranderd van hier naar wat verder op de stok. En dat is voor mij echt een veel betere balans. Qua tip hebben we ook het een en ander veranderd. Hij is wat ronder dan die van een normale 5A stok. De hals is ook iets korter. Qua tip maakt dat we echt een volle tom sound krijgen. Een mooie open back sound. Ik heb verschillende mensen mijn stokken laten proberen. En die kwamen ook allemaal hiermee terug. Qua gewicht zijn we ook behoorlijk gaan zoeken. Het ideale gewicht voor mij bleek 59 gram. Zoals je misschien weet maakt Aigner stokken in 3 gewichtsklasses. Ze kunnen dus iets lichter of iets zwaarder zijn. Maar ze worden in ieder geval altijd erg goed gematcht. Dus je hebt altijd een gelijkwaardig paardje in je hand. Verder zijn ze heel duurzaam. Ik heb in het half jaar dat ik mijn stokken nu gebruik nog niet één setje kapot geslagen. En ze gaan gewoon ontzettend lang mee. En het is echt kwaliteits hickory. Ik ben onwijs benieuwd wat jij ervan vindt. Probeer ze een keer. Je kan ze kopen bij alle Aigner dealers in Nederland. Of je kan kijken op aigner.nl of op mijn website jimmynieuwenhuizen.com. Ik hoop als je ze probeert iets van je te horen. Je kan me altijd bereiken via Facebook en even laten weten wat je ervan vindt. Binnenkort meer video's vanuit de studio. Ik hoop jullie snel te zien.